Marcel Loosveld, wat heeft deze dubbele oefeninterland geleerd? Dat heeft ons heel veel geleerd natuurlijk. Hè. We hebben in de afgelopen twee dagen wel alle tactische zaken zien voorbij komen. Hè, we hebben denk ik wel nu binnen al onze spelers en formaties en blokken een aantal dingen gewijzigd, aangepast, geprobeerd. Dus er zijn ons afgelopen twee dagen wel wat dingetjes duidelijk geworden. En als je daarnaast ook nog dan, ondanks dat we het de jongens eigenlijk een beetje moeilijk maken, ook nog kunnen afsluiten met twee winstpartijen, dan ben ik daar blij mee. Dan waren wij hier natuurlijk als PZC voor de twee Zeeuwse jongens. Allebei kort gedebuteerd. Wat vond je ervan? Ja, het was natuurlijk erg kort om daar een duidelijke mening over te hebben. Maar goed, we hebben bepaalde afspraken met hun gemaakt, ook voor de wedstrijd. We gaan zoeken en kijken naar speelminuten. Ze zijn er een paar dagen bij geweest. We gaan kijken hoe we dat verder gaan uitbreiden in de toekomst. Dat gaat niet van vandaag op morgen, stap voor stap. Zij zullen nu na die twee wedstrijden van Corbeit hebben meegemaakt en heel even velden zijn geweest, daar ook een beeld van hebben. Dus daar zal ik zonder meer op korte termijn met die jongens eens even over van gedachten wisselen. Maar goed, duidelijk is dat ze niet voor niets bij dit Oranje zijn gehaald. Nee, alles wat wij doen en de manier zoals we de spelers selecteren, daar zit natuurlijk een gedachte achter. Ik ga morgen mijn gedachte is laten gaan. Ik ga nog eens rustig onze beelden bekijken van de afgelopen dagen. En kijken hoe we onze posities bezetten en kunnen aanvullen. En dan bepalen we de 14 mensen voor de EK.